De aankomende komische mysteryfilm Amsterdam van regisseur David O. Russell valt niet bepaald in de smaak bij de critici. Dat blijkt uit enkele tweets die online verschenen na de eerste persvertoning van de langverwachte film. Amsterdam met een topcast bestaande uit onder andere Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington en Chris Rock zou volgens critici nergens echt interessant zijn en slechts zelden van de grond komen. Ja, filmliefhebbers die smachtend uitkijken naar Amsterdam, wat natuurlijk niet zo gek is gezien de regelrechte sterrencast, die doen er goed aan om hun verwachtingen toch wat te temperen. Tenminste, dat vinden diverse recensenten die de film dus al hebben mogen bekijken. Zij deelden deze week op Twitter al hun ongezouten mening en die ligt er niet om. Zo schreef Matt Neglia van The Next Best Picture: Amsterdam is een ingewikkelde puinhoop die nooit zo interessant is als het denkt dat het is. Christian Bale probeert eigenzinnige comedy te maken met gênante resultaten, terwijl Margot Robbie en John David Washington geen enkele chemie hebben. Het camerawerk van Lubezki staat haaks op de stijl van David O. Russell. Nou, dat zijn dus ja, stevige kritieken en ook Gregory Elwood van The Playlist liet er geen gras over groeien. Hij schreef: helaas is David O. Russell's Amsterdam één grote miskleun. Toon en montage zijn zijn meest schokkende sinds Huckabee's en als het in de derde acte eindelijk ergens over gaat, is het al veel te laat. En dat was hem alweer voor deze Movie Meter update. Laat ons in de comments vooral weten wat jij vindt van deze ongezouten kritiek op de film Amsterdam. Nou, mocht je ondanks deze negatieve reviews toch benieuwd zijn naar de film, Amsterdam is vanaf 27 oktober te zien in de bioscoop. Voor nu wil ik zeggen heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video.